27 Nederlandse atleten vertrekken van de Nineitobaan in Rotterdam voor de marathonloop om het kampioenschap van Nederland. Vol goede moed beginnen ze aan de eerste van de 42 kilometers. Al spoedig vormt zich een kopgroep van een man of 8. Tenminste, dat is zo de eerste indruk. Maar het blijkt dat zij niet de leiding hebben. Want 100 meter voor hen lopen Westerhof nummer 20 en Van Bovenen. Op de weg naar Gouda komt in deze situatie echter een wijziging die we bij Nieuwerkerk ontdekken. Daar komen namelijk 4 man als eerste voorbij. De Groot, Van Rijn, Moons en Van den Berg. Nummer 20 is afgezakt naar de 6e plaats. In een verhoogd tempo lopen de 4 leiders verder, richting Moordrecht. Bij het keerpunt in Zevenhuizen hebben ze meer dan 500 meter voorsprong. Tegen de wind in gaat het nu terug naar Rotterdam. 2 lopers, Moons nummer 9 en Van Rijn nummer 5, maken zich los van hun collega's en tot de grens van de stad blijven ze trouw bij elkaar. Maar op 6 kilometer voor de finish bij de Kralingse Plas krijgt Van Rijn een inzinking. Hij raakt achter, gaat zelfs even in de gewone pas lopen, maar zet toch moedig door, zij het in langzamer tempo. Moons kan zich nu rustig tijd gunnen voor een koele dronk. Uiterlijk nog zeer fris komt hij terug op de Nineitobaan, waar hij als kampioen van Nederland na 2 uur 58 minuten en 12 seconden de eindstreep passeert.